在那喝酒，他不理。咱沈阳，这是你，你爱我，护士的爱我，你爱我。Ze durft het wel, ze durft het wel. Maar wie wil je weten het gemiddelde cijfer? Mensie, attentie, attentie van Mensie. Het gemiddelde cijfer voor Ruby. Een 7. Een 7. Lieve zoeien, zou ik zeggen. Wie heb ik aan de lijn? Applaus voor Ruby de Louvre. De laatste, de laatste. Dag. Dag. Hallo? Hallo? Oh, is iemand. Nou goed, neem aan, alsjeblieft. De volgende kandidaat is de laatste van vanavond. We hebben namelijk een afvaller. Oh! Ja, ik ook. Een kilo in de week. Maar daar gaat het niet over. Mon Amour missen. Kennen we hem nog van vorige week? I'm gonna make you mine.
De vloer is keiglad. Vergeet de leurs, maar ja, je mocht er niet, oh, dat mocht ik niet meer zeggen, hè? Sorry. Jury, Jurgen, zeg maar, maar Divana. Ja, lekker. Laat je maar. Oké, leuk. Ja, ben je, hè? Zit GHB in, hoor, dat vind ik. Zal het aangeleverd? Ik vond het al met al een gemiddeld optreden. Ja, dat vond ik. Leuke kleding, in ieder geval bij Bas en Demma. De volgende keer mag ik wat meer enthousiaster, vind ik. En vooral lachen. Oh, ja, dat is te laat. Als u breekt dan bijna. Oh. Maar ik weet dat het voor jou ook de derde keer is. Volgende week twee keer. En, dus dat neem ik dan mee in mijn puntentelling. Dus voor de derde keer om steeds volgende week een gemiddeld optreden. Dankjewel. Ginger, wat vond jij ervan? Ja, zo, ja. Heb je les gehad in een country dansen? Ja, ik heb 6 jaar gedanst. Moet jij iets meer, nog meer les nemen? Dan kun je... En je moet goed. Moet er ook naar als je les hebt. Nee, ik vind je pruik niet heel mooi. Dat is een jury voor de vraag. Memsy. Ik vond het nummer vond ik heel leuk gekozen. Absoluut, want het nummer begon en de mensen gingen graag mee. Het was alleen jammer dat je enthousiast, maar dan niet echt van afstraalde, want dat houdt de mensen ook aan. Dus gewoon even proberen dat enthousiasme vast te houden. Ja, dat is wel goed. En ja, absoluut. Dat denk ik ook. Maar ja, voor de wedstrijding uitweken, ja, helemaal passen bij het nummer, absoluut. Ja, een enthousiast nummer, alleen nu zelf dus naar uit gaan staan. Ja, we kunnen wel wat mee. Nou, eens, ja, een heel totaal ander optreden dan voorheen. Ja, klopt. Ja. Nog even staan? Blijf staan, inderdaad. Wil je opleunen? Dat mag. Kom maar. Is het bij niet? Ja. Het gaat wel. Zuiver. Christian. Ja, schat. Dit is de derde keer dat hij erop staat, of? Ja, de derde keer. Op die hakken weet ik niet, maar wel hier op het podium. Ja. De eerste keer. Maar luister, lieve schat, waar ben je zo nerveus? Nou ja, kijk, hoeveel ogen er op je gedicht zijn. Zeg je? Kijk hoeveel ogen dat er op je gedicht zijn. Ik sta kun je dat zien? Achterin het... Maar kun je dat zien? Want ik stond daar net en ik kijk dus recht in die schijnwerpers. Dus ik zie helemaal niet. Dus, maar weet je, als je naar het bier gaat, hè, dan groeien die zenuwen van je af. Hè, en je gaat gewoon lachen. En je gaat ook genieten van je optreden. Want dat is gewoon kei belangrijk. Daar sta je toch ook hier. Hè? Ja, natuurlijk. Dus gewoon daar genieten. Verder heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Heel goed gedaan, inderdaad. Divana Destiny. Oh jeetje. Die begon hem ophouden, dat gaat niet. Spannend toch ook weer. Wie van de drie is op televisie vandaag? Wie van de vier? Ginger, wat zeg jij voor de gemiddelde een 6? Zuif lekker door. In één keer. Atten dat flesje. Nee. Divana Destiny, dames en heren.